Goedemiddag, dit is een extra Heuveland nieuws in verband met de verkiezingen. Een heuse aardverschuiving heeft plaatsgevonden in het Heuveland. De boer-burgerbeweging is dé grote winnaar van de Limburgse Provinciale Statenverkiezingen. Het CDA is de verliezer van de avond en moet heel wat stemmen inleveren. De euforie bij de BBB was groot. Nou ja, we hebben twee gemeentes nu binnen, Nederweert en IJsselmargraten. Maar als je dat vergelijkt met de landelijke pols van de provincies die inmiddels binnen zijn, ja, dan mogen we echt wel heel erg gelukkig en dankbaar zijn. En bij ons in de studio is aangeschoven onze politiek verslaggever Jacques Giese. Jacques, het duurde wel heel lang voordat die stemmen binnenkwamen, hè? Ja, hier staat een vermoeide verslaggever. Ja. Want het was heel laat voordat we konden vertrekken. En het was, Want jij was in het provinciehuis. Ja, ik was in het provinciehuis. Wat was daar? Ach, daar was de uitslagen, zouden daar binnen moeten komen. Maar het duurde zeker een uur, anderhalf uur voordat de eerste uitslag kwam. En het ging zo langzaam, dat om 12:30 was de L1 eigenlijk ook daar al uit. En ja, wij konden toen ook niks meer doen. Die stopte met een uitzending. Ja, die stopte met de uitzending. Dus wij zijn toen ook maar gestopt en naar de studio gekomen. En hebben gekeken wat we hier nog konden volgen. Maar ja, dat is niet goed, hè, dat die stemmingen zo lang duren. Ja, want waar ligt dat dan aan dat het zo lang heeft geduurd? Het heeft te maken, denk ik, met de grootte van de vellen die er allemaal moesten zijn. Maar goed, die waren toch al eerder ook veel groter, toch? Ja, die waren wel veel groter. Maar toen heeft het ook veel langer geduurd dan normaal. Dat zijn we vergeten. Dus dat iedere keer uitvouwen, dat duurt lang. En ik denk dat ze secuurder hebben willen zijn. Want waarom? Om de invloed van Boudet, die voortdurend geroepen heeft, het zal wel weer verkwanseld zijn, de stemmingen, voordat de verkiezingen, voordat het eigenlijk al begon. Dus men is dan bang en gaat dan heel secuur doen, nog een secuur doen. En die securiteit is waarschijnlijk wat te groot geweest. Maar ja, goed, er zijn ook stembureaus die zijn gestaakt vannacht en hebben gezegd, kom maar morgen om 9:00 terug. Die zijn dan verder gegaan. In Nederland kan niks meer kloppen in de uitvoering. Dat is nu duidelijk. Of het nu de toeslagenaffaire gaat, of het gaat over Groningen, of het gaat over de asielzoekers. In de uitvoering falen wij voortdurend. We zijn een beetje een achterlijk land. En dan de BBB, die is de grote winnaar. Wat betekent deze overwinning? Dat betekent dat de BBB, die eigenlijk een beetje een one-issue-partij is, een partij met één maar groot gedachtegang, hè, de boeren moeten gered worden, dat natuurlijk in de komende coalitievorming een probleem kan opleveren. Want het is niet natuurlijk maar iedereen die zomaar kan meegaan. Zo'n GroenLinks, die zal toch een probleem mee hebben als ze zo ver moet gaan als de BBB voorstelt. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de PvdA. Ja, en wat betekent dat dan op gemeentelijk niveau? Gaan die daar nog last van krijgen, bijvoorbeeld van zo'n BBB, omdat zij de grootste zijn? Nou, last ervan. Dat is een beetje de vraag of de mensen die er komen zitten, mensen zijn die het politieke handwerk kennen en kunnen. En het blijkt dat heel veel van de mensen die zij heeft gekozen, mensen zijn die eerst bij de VVD of bij de CDA waren. Ja, want je hebt het nu over de CDA. Dat lijkt de grote verliezer, zeker in Limburg. Jij hebt ook iemand gesproken van het CDA. Ja, Michael Teuns hebben we gesproken en ik heb natuurlijk gevraagd of hij teleurgesteld was. Ik vind het resultaat dat wij zelf neer hebben gezet, ondanks alle dingen die van tevoren voorspeld waren, nou ben ik nog helemaal niet zo ontevreden. Tuurlijk, je hoopt natuurlijk altijd op meer, maar over het algemeen ben ik positief. Ik kan me niet voorstellen dat u niet echt teleurgesteld bent. Natuurlijk heeft iedereen het wel gezegd, maar het is toch een klap. Ja, maar je hoopt natuurlijk altijd op meer, dat is wat ik zeg. Maar uiteindelijk hebben we het gewoon te doen met de kiezer heeft gesproken. Vanaf morgen moeten we gewoon weer vol aan de slag. Om de mensen die ons wel het vertrouwen hebben gegeven. Ik zie nu net een uitslag binnenkomen waar we toch weer de tweede partij zijn. Die mensen hebben ons toch het vertrouwen gegeven, dat moeten we waarmaken. En het vertrouwen van de andere mensen moeten we weer terugwinnen. Toch was het CDA en Beek de grootste? Ja, het zal wel, hè. Ja. Michael Teuns, de fractieleider, komt uit Beek. En dat maakt altijd wat. Maar dat betekent ook voor de hele verkiezingen dat het veel weer een gedrag wordt van de mensen die stemmen moeten, dat het gaat om figuren, om personen en niet zozeer over de inhoud. Iedereen begrijpt dat die Caroline, want iedereen noemt haar al met de voornaam, een geweldige indruk heeft gemaakt als personality. En zo is Teuns, omdat hij toch uit Beek komt, gaan ze op Beek in op CDA verder goed blijven stemmen, omdat hij daar vandaan komt. We kijken dus niet meer rationeel naar wat mensen eigenlijk willen als partij om iets goeds met de provincie te doen. Ja. En dat is, vind ik, toch erg jammer. Daar moeten we diep over gaan nadenken om de bevolking zover te krijgen dat ze toch een beetje geïnteresseerd raken en betere keuzes maken dan zomaar vanuit de emotie of vanuit een persoon die
voortdurend indruk maakt. Zoals dat met Vertuin is geweest, met Bedij is geweest en met Caroline. En dan moeten we ook weer de vraag stellen, hoe lang zal het duren met Caroline? Ja, hey, en dan de waterschappen. Daar hoor je niet meer zoveel van. Maar dat komt ook pas over 8 dagen of zoiets, ja, die uitslag. Hoe kan dat? Over 14 dagen zou de officiële uitslag komen. Wellicht dat er van tevoren iets komt, maar dat geldt ook voor de officiële uitslag van heel Nederland. Hè. Over 14 dagen moet de kiesraad dat in ieder geval echt fundamenteel vaststellen. En dan komt nog de grote slag, ja, om de Eerste Kamer. Hè. Ja. En dan blijft er nog even bij die waterschappen. En Meers en Valkenburg, heel belangrijk. Hè? Wat in 2021 en natuurlijk ook Gulpen-Wittem in het Heuveland. Maar hoe zou je dat kunnen beschrijven, hoe belangrijk dat is? Belangrijk is dat er hier natuurlijk veel gebeurd is. En dat er hier erg veel moet gebeuren aan de watervoorziening. Zodat we veel beter daartegen bestand zijn. En we niet weer een nieuwe ramp krijgen zoals we die hebben gehad. En die moet niet meer komen. En ik ben dus ook benieuwd of de waterschap Heuveland, want ze zijn allemaal verdeeld in, ja, grote stukken, of die daardoor ook veel meer stemmen hebben gekregen. Oké, okay. Nou, dat gaan we zien de komende dagen, hoop ik dan. Ik wil jou bedanken voor je komst naar de studio. En tot zover deze extra Heuveland Nieuws. Wij zijn er vandaag weer om 6 uur met onze reguliere nieuwsuitzending. Heel graag tot dan, een fijne middag nog. Dag.